Beste leerling, het schooljaar 2020-2021 was wat de Romeinen een annus horribilis noemden. Vrij vertaald, een jaar om snel te vergeten. Alles wat leuk is, was het afgelopen jaar immers omwille van de coronapandemie verboden. Een terrasje doen, naar een fuif gaan, reizen, je hobby beoefenen, vrienden of familie knuffelen, het mocht allemaal niet wegens dreigend besmettingsgevaar. Ook op school ging het er heel wat saaier aan toe dan we in Campus Botaniek gewend zijn. Geen free podium, geen uitstappen, driedaagse of buitenlandse reizen, geen GWP. Zelfs deze proclamatie moeten we om veiligheidsredenen voor het tweede jaar op rij in de klas doen in plaats van in de polyvalentezaal. Maar ondanks al die ellende blik ik vandaag toch ook met een goed gevoel terug op het voorbije schooljaar. In de manier waarop wij allen samen met de coronapandemie zijn omgegaan, hebben we ons immers een sterke ploeg getoond. Zo slaagden de leerkrachten erin om in een mum van tijd hun ICT-vaardigheden stevig aan te scherpen, zodat ze hun leerstof op een efficiënte en leerzame wijze tot in de huis- of slaapkamers van de leerlingen konden brengen, als die omwille van quarantaine of omwille van het halftijdse afstandsonderwijs niet naar school mochten komen. In de tweede en derde graad gaven ze bijna continu les op twee fronten, simultaan aan de leerlingen thuis en op school. Het bezorgde hen heel wat extra stress, maar ze gaven niet op, gedreven door de zorg om de leer- en slaagkansen van hun leerlingen. Ondertussen plooiden ook de opvoeders op het secretariaat zich dubbel om de ingewikkelde boekhouding van quarantaines, laag- en hoogrisicocontacten, digitale en niet-digitale afwezigheden bij te houden. En de leerlingbegeleidsters boden een extra luisterend oor aan leerlingen die het mede door de coronatoestand eventjes niet meer zagen zitten. Ik ben fier op de flexibiliteit die dit schooljaar door zoveel medewerkers aan de dag werd gelegd en die ons in staat stelde om de school ook in deze moeilijke omstandigheden goed te laten draaien. Maar ik ben ook fier op jullie, leerlingen. Want jullie hebben ook geen gemakkelijk schooljaar achter de rug. Van 's morgens tot 's avonds met een mondmasker in de klas zitten, overal en altijd afstand moeten houden, in de winter bibberen, met de ramen van de klas open, het was niet evident. In de tweede en derde graad moesten de leerlingen bovendien, ten gevolge van het halftijds afstandsonderwijs, een groot deel van de leerstof zelfstandig verwerken. Er viel veel structuur weg. En vooral voor degenen die op een behoorlijke afstand van de school wonen, waren ook de middagverplaatsingen een bron van extra stress. Toch slaagden de meesten van jullie er ondanks alles in om behoorlijke cijfers neer te zetten. En dat is iets om heel trots op te zijn. Jullie hebben getoond dat jullie ook in moeilijke omstandigheden kunnen blijven werken voor de school en voor jullie toekomst. Ik hoop vurig, samen met jullie, dat het volgende schooljaar opnieuw op een normale manier kan verlopen. Met voltijds onderwijs in de klas, dicht bij jullie klasgenoten en met ramen en deuren in de winter gesloten. Want al heeft het afstandsleren ongetwijfeld ook voordelen, het echte schoolleven blijft toch altijd gezelliger. Al zullen sommigen van jullie het langer in bed kunnen blijven liggen en het lesvolgen vanuit de luie zetel misschien ook wel een beetje missen. Ik wens ieder van jullie een heel prettige vakantie. Geniet van de rust, van het mooie weer, van het gezelschap van familie en vrienden en van je herwonnen vrijheid. Maar blijf ook wel een beetje voorzichtig, want het virus is natuurlijk nog niet helemaal weg. Aan degenen die in augustus nog uitgestelde proeven moeten afleggen, zou ik zeggen, veel succes. Grijp die kans om de tekorten recht te zetten. En aan de leerlingen tenslotte, die een sterk prijs mee naar huis mogen nemen, van harte proficiat. Beste leerlingen, hou jullie goed en tot 1 september.